Zullen we alle cadeaus gaan laten zien? Ja. Oké, wat ik nog wel wil laten zien. En dan nu tijd voor mijn cadeautjes. Open jij open? Ja. We hebben ook niet heel veel boeiends gedaan. Oké, dat was mijn. Soms is te veel keuze ook niet goed, want dan. Goedemorgen, het is zondag, de dag na kerst en we zijn begonnen. We maken altijd een foto met Sarah met de cadeaus. Sarah, misschien is het leuk je pyjama om die hier nog voor te leggen, want dan heb ik iets meer ruimte voor de foto. Ik zal dan filmen wat we doen. Ja, oké, dan gaan we een fotootje maken. Even kijken, ik denk dat liggend beter is. Oh wacht, dit is de tas waar we onze cadeaus in mee hebben genomen. En de buggy. Dus dit gaat even opzij. We laten zo ook even alle cadeautjes zien. Ga je zitten? Even kijken. Oh, ik heb de planten nog op. En wat is dat voor blik? Grappenmaker. Ik ga even een klein beetje naar deze kant. Ik denk dat ik dan iets meer ruimte heb om het zo te doen. Even kijken of ik het zo. Ja, dat red ik net. Ik zie nog een klein stuk van die tas. Dat, ik weet niet of ik het mooi af kan shoppen. Dat ruimen we zo allemaal op. Als we klaar zijn. Zo. Even kijken. Zo krijg ik het er niet allemaal op. Zo wel. Even kijken. Nou, even een mooie lach. Dat is een rare lach. Even kijken. Die is echt lief. Ah. Doe ik hem van iets hoger ook nog? Even kijken. Super schattig. Zullen we alle cadeaus gaan laten zien? Ja. Oké, leg het maar allemaal op. Oh, wil je het hier laten zien? Wat heb je allemaal gekregen? Eerst is een lekkere witte chocolade, net zoals mama. Een chocoladereep. Oh, nee, maar laat maar even alles zien. En je hebt deze broeken gekregen. Glitterbroek en deze pantalon. Ook heel schattig. En je shirtje. Het heeft ook dit shirt. Die is van fluweel. Hij is echt zo leuk. En je hebt Dolfje Weerwolfje gekregen. En ik heb nog een. En een LOL-bal hier. Nee, ik wil. Oh, en nog een Dolfje. Dus je hebt twee Dolfjes. En Sarah heeft een tablet gekregen en met tablet een tablethoes. Ja, en even kijken. Kinderspriezen-eieren. Ze heeft een lepeltje. Oh, ga even kijken. Een scrunchie, een boek, een spel, een rok, een Joy-Con met houder, stickers, buitenspeelgoed en een pyjama. Oké, wat ik nog wel wil laten zien is mijn LOL zelf. Want die is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Maar ik moet daar eerst nog aankleden. Dus dat laat ik even zien hoe ik haar aankleed. Ik begin met. Ik had het t-shirtje en de armbandjes al aan. Beide. Nu ga ik het rokje. Een overrokje aandoen eerst. Want anders past die niet. Ah, die gaat moeilijk. Oké, dat heb ik gedaan. Dan doe ik een onderrokje aan. Anders zie je haar nog in het blootje. Ja. Die zit. Schoentjes aan. Mama. Niet om me heen. Mama, niet om me heen praten. Ik ga mijn kantjes even kijken. Schoentje. Je wil niet aan, hè, schoen. Hoppa. Andere schoen. Oh. Ik ben echt heel blij met mijn LOL. Je hebt hem al een beetje gezien. Maar hij komt dadelijk helemaal klaar. Zo. Ja, dat is een film. Oké, ik zet hem al neer. Hoppa. Oh. Als je het ziet, staat hij.
zie je dance. En kijk, hier zie je dan al die leuke dingetjes. En ze lijken echt heel zilver, deze hakjes. Maar dat zijn ze niet. Ze zijn gewoon blauw met paars. Dat is echt heel cool hoe ze dat hebben gedaan. En het haar verandert een beetje in een andere kleur. Meer glans. En dit haar. En ik doe daar nu zonder bril laten zien heel even. Zo ziet ze er zonder bril uit. Ja, misschien wat lelijker. Dat was mijn LOL zelf. En dan nu tijd voor mijn cadeautjes. Ook ga je helpen? Ja, het eerste is glitterwijn zonder alcohol. Ja, alcoholvrije glitterwijn. Dat is wel leuk. Het zijn drie verschillende smaakjes. En er zitten dus glitters in. Echt superleuk. En twee zelfgemaakte zeepjes. Ja, oh, ze zijn echt zo mooi. Een vriendin van mij maakt deze dus met de hand. Helemaal zelf, maar echt. Kijk hoe mooi deze zeep is. Echt, het is helemaal geweldig. En deze ook. Het ruikt zo lekker. Echt, je zou echt veel met geur moeten hebben. Maar mama, deze kunnen ze niet ruiken. Nee, daarom zeg ik, je zou dat moeten hebben. Echt, dit is zo geweldig. Zo mooi. Zo lekker. Kijk, echt even hier. Dan hebben we lekkere koekjes van mij. Ja. En we hebben chocolaatjes. Die van mij. En even wachten, je wilt te snel. Ik heb nog meer chocola. Dus ik en ga heel deze mooie. Ja, deze. Van Pernil Coridon. Heb ik deze mooie ketting gekregen. Die is goud. Deze is zelf gemaakt. Ja, mooie de oorbelletjes. Je hebt haast. Even wachten. Okay. Deze, ja, dat hebben we eigenlijk een beetje voor samen gekregen. Hè? Hiermee kunnen we een hele grote zonnebloem maken. Dus die is heel cool. Ja, en nu heb ik altijd een cadeautje. Ja. Dat van mijn vader is. Nee, dat is van mij. Mijn vader heeft het gekocht. Zachtjes. Oké. Okay. Rustig. Je wilt te snel. Je trekt heel die tas mee. Nee, hij zit even vast. Even rustig. Heb ik deze Michael Kors tas gekregen. Die is van voor zo, van achter zo. En het gouden hengsels. En een zakje erbij. Ja, en de binnenkant. Het is hier een vak. En hier een rits met een vak. En hier achter ook nog een vakje. En je kan het hengsel dus ook zo kort dragen. En je kan hem naar binnen doen. Dan heb je dus een langer hengsel. En dan hebben we... Deze? Ja, deze is van Max Pro. En dit is een krultang. In ieder geval, even wachten. Zit zo in de doos. Hij zit er echt super mooi in. En, wachten. Ik heb hem even zo. Er zit ook een handschoentje en alles bij. Maar ik hou hem even in de doos nog. Deze is wat smaller dan de tang die ik heb. Hij is echt super. Hij voelt ook echt super fijn aan. En deze, omdat mijn haar wat korter is, is de tang die ik nu heb, de enige, eigenlijk net een beetje te dik. En deze is net wat smaller, dus dan kan ik weer mijn haar goed krullen. Ik denk dat ik dat morgen misschien even ga doen. Ja, vandaag als ik bij oma ga logeren. Ja, maar ik moest mijn haar wassen, maar ik had geen zin vandaag. Dus ik denk, het is wat vetter. Ik doe het in een staartje. En dan komt het morgen. En dan gaan we nu even alles opruimen wat we hebben. Want het is een beetje rommel, zit je ja. te doen. Ja. Mijn batterij was leeg. Dus mijn camera heeft heel lang liggen opladen. We hebben ook niet heel veel boeiend gedaan. Oké, dat was mijn beker. Ik kwam tegen mijn eentje aan. Gaat goed vandaag. Stoot zo het oordeel af. We hebben gegeten, opgeruimd. Dus een beetje huishouden, dat soort dingen allemaal gedaan. En nu is het wachten tot de picknick zo komt. Zij was net op bed. Sorry. Echt even een beetje een bijkomdag. Sarah heeft wel, die heeft de hele dag eigenlijk met Mila gespeeld. Dus die heeft het reuze naar de zin gehad de hele dag. Ook in de regen buiten gespeeld en alles. Had het helemaal geweldig. Ze hadden in een glijbaan zeg maar een soort tentje gemaakt met paraplu's. Dus dat vonden ze heel leuk. Ik ga even thee zetten en dan schots komt het picknick en dan is mijn thee daarna gelijk drinkbaar. Wel, dat hopen we dan. De boodschapjes zijn weer binnen.
En opgeruimd. En we hebben heel kort even samen tv gekeken. Maar Marco is... Oh, zo. Het zat ergens volgens mij netjes vandaag. Maar het zit nu wel heel raar. Maar goed. Marco is op tijd naar bed gegaan. Dus ik ga eigenlijk even een film kijken. Maar wat ga ik kijken? Soms is te veel keuze ook niet goed. Want dan denk je ook die... Nou, maar misschien is het wat leukers. Of ik weet niet, hebben meer mensen dat? Of kan je soms gewoon kiezen? Als ik echt een film tegenkom dat ik denk... Oh ja, die vind ik goed en daar heb ik zin in. Dan ben ik ook wel weer zo klaar hoor. Maar soms weet ik het gewoon niet. En dan kan ik zo lang zoeken. Oh, ik weet al wat ik ga kijken. Ik ga Perfect Stranger kijken. Het was echt een hele goede film. Ik ben even aan het opruimen. Oh, nou, het blijft niet staan. En nu alles opruimen. En weer te laat naar bed gaan. Maar goed, het is vakantie. Dus het mag. En ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik denk een beetje saai vlog geworden vandaag. Maar ja, we hebben ook echt niet heel veel gedaan. Dus ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!